De Brahma Kumaris hebben gisteren een wereldherdenkingsdag voor verkeersslachtoffers gehouden. Deze dag wordt ieder jaar in steeds meer landen op de derde zondag in november gehouden. Het is bedoeld om de vele miljoenen mensen te gedenken die zijn gedood of zwaar gewond geraakt zijn in verkeersongelukken. Ook hun families en omgeving wordt daarbij meegenomen. Speciaal voor deze dag reisde de Duitse Brahma Kumari Suman naar Suriname. Zij ging in op het leed dat wordt veroorzaakt in het verkeer wereldwijd. Zij is voorstander van dat mensen die zich in het verkeer begeven innerlijk kalm zijn. Brahma Kumari Loes Bemmel vertaalde wat Suman aan de toehoorders zei. I feel that to me that we have gathered for paying our respect and our healing energy for the victims. So we have, let us evoke that love in us. Het is belangrijk om te begrijpen dat als we dat gevoel en dat respect op willen brengen voor de slachtoffers, dat we die liefde en die energie in onze hoofd moeten roepen. Whether we ourselves have contributed to such an accident or we just escaped one, with many things. So I feel we can handle this topic on two levels. Of jij nu deel bent geweest aan een verkeersongeval, dat het je net gemist heeft, op beide niveaus kunnen we daar naar kijken. Brahma Kumari Suman gisteren tijdens de Wereldherdenkingsdag voor verkeersslachtoffers. Deze dag wordt jaarlijks op de derde zondag van november gehouden.